Van harte goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het programma waarbij u veel informatie krijgt over de COVID-19 pandemie die Suriname nu dik in haar greep heeft. We zijn er al een tijdje mee bezig en in principe gisteren weer een dieptepunt kun je zeggen. Want gisteren hebben we het hoogste aantal positief getesten in één dag gehad. 25 mensen die zijn erbij gekomen en het is zeker geen nieuws waar je op zit te wachten. Op dit moment zijn er 261 positieve geteste mensen, waarvan er 207 actief zijn. In quarantaine hebben we ook een aardig aantal zitten, dat zijn er 361. En jammer genoeg staat de teller van mensen die overleden zijn aan COVID-19 nog steeds op 6. We praten vandaag met iemand die eigenlijk een beetje door het proces gegaan is. Hij is ook nog arts. Ik wil welkom heten Dr. Albert Wangsawirana. En welkom Dr. Wangsawirana in elk geval. Dank u. Laat me zeggen, we hebben Dr. Wangsawirana in de studio omdat hij ook positief getest is. Is nu genezen verklaard, maar hij kan dus vanuit zijn optiek vertellen wat het allemaal is. En daarnaast is hij natuurlijk vanuit zijn professie dicht bij de zaak, heeft er veel mee te maken en heeft veel informatie over alles dat met COVID te maken heeft. Laat me beginnen, gewoon als Albert Wangsawirana, arts wegdenken, positief geteste tijd wegdenken. 13 maart is de dag geweest dat de eerste persoon positief getest is. We zijn nu dik in juni, er is zoveel gebeurd. Hoe heeft u dat persoonlijk ervaren? Nou, goedemorgen allemaal. Kijk, COVID, als je kijkt naar de beelden die gewezen worden op de media, dan geeft dat een bepaalde angst aan de gemeenschap. En als arts was ik ook een beetje bang om eerlijk te zijn. We hebben gesproken onderling en ik had het voor ze gedaan via die appgroep van de artsen om direct de scholen te sluiten. Mm-hmm. Ik dacht naar mijn kinderen en het was ook een beetje onbekend hoe de ziekte verliep. Dus ik zei liever scholen sluiten, kinderen thuis blijven om veilig te blijven. En op de poli heb ik ook direct mijn werkwijze aangepast. Ik droeg direct een masker. Patiënten. En vanaf wanneer was dat? Dat was vanaf een maart. Na die periode. Oké. Okay. Ja, heb ik direct aangepast. Patiënten bijvoorbeeld met een hoesten, verkoudheid, koorts, noem maar op, mogen niet op de poli komen. Ze moeten eerst bellen of WhatsAppen. En dan ging ik dan aan de hand daarvan het gesprek. Ik zeg, oké, stuur iemand om medicijnen te komen halen of recepten. En gaat u medicijnen halen. Mm-hmm. Maar u komt niet binnen de spreekkamer. Mensen die gezond zijn, niks vertoonden, mochten wel in de spreekkamer komen. Mm-hmm. Zeg maar, een hele tijd stond onze teller op 10 positief geteste mensen met één persoon die was overleden. En de afgelopen 2,5 week een rush van jouw welste. Had u dat verwacht? We hebben ook gesproken daarover in onze WhatsApp-groep. En kijk, in het beginstadium was het belangrijkste om te voorkomen om COVID te krijgen natuurlijk social distance, minimaal anderhalve meter, geen lichamelijk contact, ja, handhygiëne en natuurlijk als het nodig is een masker dragen. Als u geen hoesten, koorts gaat, moet u gewoon isolatie thuis, niet aan het werk gaan om het te verspreiden. Mm-hmm. Ja, er was weinig bekend. En we hebben gesproken en u weet, veel mensen bij elkaar maakt die infectiekans groter. Toch? Dus we hadden voorgesteld, of als de medische had voorgesteld, dat als verkiezingen naderen, dat mensen dan informatie zullen krijgen van de overheid om zich te houden aan de regels. Met name als je gaat stemmen, afstand van 1,5 meter, masker dragen. En als je hoest, liever niet stemmen, mm-hmm. apart melden. En geen contact. Maar ik heb gemerkt bij de verkiezingen, toen ik ging stemmen, ik ben tegen 8 uur geweest, het was baldadig druk. Ja. Zoveel mensen, geen social distance. Ik ben toen weer naar huis gegaan. Ik ben ook knap. Mm-hmm. Ik had toen een masker. Maar dan ben ik thuis gaan werken en tegen 12:30 ben ik teruggegaan. Ben ik mijn masker thuis vergeten. Toen was ik, nee, ik ga niet meer wachten, ik ga toch naar binnen gaan. Ja. Was ik 2,5 uur in de rij met zoveel mensen die. Ik probeer afstand te houden, maar neem mijn patio. Mm-hmm. En dus dan, ja, er zijn inderdaad wat dingen mm-hmm. verkeerd gegaan, maar die vlucht die was er wel. Mm-hmm. Waar wij u voornamelijk voor hebben uitgenodigd, is het feit dat u eigen ervaring hebt voor wat betreft dat positief getest zijn. U was positief getest. Vertel, wanneer is dat gebeurd? En hier worden we getest pas als we symptomen hebben. Hoe ging dat allemaal in zijn werk?
Kijk, ik heb veilig gewerkt. Ik droeg altijd een masker, zoals ik zei. Die mensen die ziek waren, kwamen niet binnen de kamer. En zij die gezond waren wel. Oké. Na de stemdag, twee dagen daarna, op 27 mei, overgaand op 28 mei in de avonduren, kreeg ik dan last van een beetje kriebelhoest en last van een kortademigheid. Mm-hmm. Het heeft niet lang geduurd, een paar seconden. 28 heb ik weer een aanval gehad van kortademigheid, die ongeveer een paar minuten geduurd heeft, met hoesten natuurlijk weer erbij, droog. En ook op een, de laatste was op 30. Maar ik heb direct medicijnen gedronken. Toch? En na die drie dagen was ik al klachtenvrij. Maar u weet, ik ben arts, ik heb cliënten, ik heb een gezin. Ik wilde weten wat het is. Ik dacht, nee, dit is vreemd. Heb ik mijn collega van BOG Hotline gebeld en gevraagd, kijk, ik heb een verzoek. Test me. In eerste instantie had ze geweigerd. Maar ik heb haar uitgelegd, kijk, zulke klachten, ik ben nu klachtenvrij. Maar ik wil weten, want ik wil het niet gaan verspreiden. Begrijpt u? Ik ben toen getest op 2 juni en ik was normaal, zoals ik nu hier sta. Ik was nog bezig te werken in de tuin, woensdagmiddag. En ik heb toen gebeld in de vooravond met mijn collega voor resultaat. En ze zei, ik ben positief. Ik had dat niet verwacht, om je eerlijk te zeggen. Het was een soort klap voor mij. Ja. Ik dacht daarvan. Ik heb gevraagd, is er geen fout gemaakt bij het testen? Is het geen fout? Ze zei, nee, Wangsa, ik heb het gezien. We komen je halen. Toen dacht ik, ja, maar ik wil niet, want ik ben gezond. Ja. Ik wil niet in quarantaine gaan. Ik zeg, nee, Wangsa, je gaat toch in quarantaine. Ik heb toen gevraagd om te bellen een specialist. Ze hebben me gebeld. Ik heb dingen gebeld van BOG, mijn collega. Maar ik dacht, nee, Wangsa, je moet. Ik dacht, oké, nou spang ik ga. En ik werd opgehaald in de avond tegen 11 uur. Nog met 5 andere mensen, ook een andere collega, ook een arts, die positief was. En ze hebben gebracht naar een kwalificatieziekenhuis. Maar het gevoel die je krijgt om te horen, je bent positief, ja, is eigenlijk, kijk, ik kan het nemen, ik ben stressbestendig. Maar als individu is het een psychologische klap. Ja, dat komt er nog bij kijken, ja, naast het feit dat je positief bent. Het is onvoorstelbaar. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk een gezin. Hoe hebben zij gereageerd op het nieuws dat je positief was? Nou, toen mijn vrouw dat hoorde, natuurlijk, kijk, vrouw was emotioneel. Ze begon direct te huilen en zei, wat nu? En mijn kinderen waren helemaal overstuur. Toen zei ik, nou Spang, relax. Ik ben niet ziek. Ik ga toch in quarantaine gaan. Om jullie te beschermen. Maar, ik heb mijn collega gezegd, als ik in quarantaine ga, terwijl ik gezond ben, geen ziekteverschijnselen meer heb, niks vertoont, moet u mijn vrouw testen. Weet u waarom? Omdat mijn vrouw mijn assistent is, met mij voor op de poli. Ja. En, natuurlijk slaapt ze in mijn kamer. We slapen in bed. Dus er is kans op besmetting. Zij is toen getest op die dag daarna, 4 juni. En in de middag heb ik gehoord, heb ik gebeld. Ze is gelukkig negatief. Oké. Okay. Daar was ik al een beetje verlicht. Blij. Ja. En natuurlijk heeft u ook gewerkt als arts in die hele korte periode. Was er contact tracing richting jouw patiënten? Ja, ik heb uitgelegd en ik heb ze verteld. En ze zien er hoe ik gewerkt heb en de kans is klein, want ik heb veilig gewerkt. Dus al was ik al positief op dat moment. U werkte al met een mondkapjesbescherming? Ja, vanaf 13 maart, vanaf de eerste case, heb ik gewerkt aangepast met een masker. En mensen die hoesten niet binnenkomen. En wat was het advies voor uw patiënten die misschien wel een beetje angstig werden? Ik heb dus de mensen die bij u waren geweest? Ik heb ze uitgelegd, dat kijk. Je bent geweest bij mij, je heeft gehoord ik ben positief. Het is natuurlijk een beetje zwaar om dat te horen. Relax, niet in paniek raken. Wacht gewoon 2 weken thuis. Let op symptomen zoals hoesten, koorts, kortademigheid. Maar op het moment dat je dat krijgt, moet je mij bellen. Dan ga ik je doorgeven wat je moet doen. En ik moet niet jokken hoor, tot nu toe, geen van mijn patiënten is ziek geworden. En even over de quarantaineperiode nog. U bent gegaan naar het Wanika ziekenhuis. Hoe is het daarna geweest? We zijn gebracht naar Wanika ziekenhuis. En die avond werden wij direct gescreend door de staalarts. Hij heeft bloed afgenomen en hij vroeg, zei, hey Wangsa, alles is goed bij jou. En de volgende ochtend kwam de internist, de specialist, infectioloog. Hij heeft mij weer gescreend en hij zei, Wangsa, alles is goed. Je mag met die andere groep naar residence in.
Mm-hmm. Natuurlijk. En was het verschil tussen Wanika ziekenhuis en Residence Inn? Jawel. Kijk, in Wanika ziekenhuis ben je niet alleen in een kamer. Maar in Residence Inn ben je alleen in een kamer, veel beter. En je hebt je eigen bad en toilet. Mm-hmm. Dus die isolatie, kans op overdracht naar een andere persoon is prima. Oké, okay. En hoe was het contact? Hoe lang bent u trouwens in quarantaine geweest? Ik ben in quarantaine vanaf 3 juni tot en met 12 juni. Oké, okay. Hoe was het contact met het gezin vooral? Telefonisch en videocall en natuurlijk WhatsAppen. Maar ik moet je eerlijk zeggen hoor, die eerste avond heb ik niet geslapen. Ik kon gewoon niet slapen, omdat ik al direct dacht aan die beelden op televisie van Taki. Stel, ik word erger en ik ga mijn gezin niet meer zien. Ik ga mijn familie niet meer zien. Ze mogen me niet bezoeken, want ik ben in quarantaine. Het is emotioneel moeilijk om te verwerken als je het niet gewend bent. Ja. En ik was met een collega in mijn kamer, ook een arts. Ze was ook positief, maar ik ga geen naam noemen. En we hebben elkaar gepowered. Ja. Maar ik ga eerlijk zeggen, die tweede avond, dat is die donderdag in Residence Inn, toen ben ik gebroken. Toen heb ik gewoon spontaan gehuild. Ja, hè? Kijk, als man mag je eigenlijk in principe niet huilen. Oh ja. Dat zegt men, Isabi, en ik heb in principe nooit gehuild. Maar die tanden kwamen gewoon spontaan. Mm-hmm. Ik heb gewoon een half uur gehuild. Ja. Maar, willen of niet? Ja, ik snap het. En dat brengt me op het punt van, we focussen ons vooral op de besmetting en misschien wel de ziekteverschijnselen. Mm-hmm. Maar u bent arts, u bent veel meer stressbestendig en toch heeft het zo'n emotionele impact op u. Is dat een grote factor in dat hele proces? Ja, kijk, door die beelden die je ziet op televisie van andere landen waar mensen doodgaan in de intensive care, beademd worden met apparatuur, noem maar op, geen familiebezoek. Dat geeft een bepaald beeld, het creëert een bepaalde angst. Kijk, al ben ik arts, ik ben ook mens, ik heb ook gevoelens. En wat mij eigenlijk gebroken heeft, is het feit dat toen ik videocallde met mijn kinderen, mijn dochter zei, papa, je bent niet ziek, wat doe je daar, waarom kom je niet naar huis? Dat heeft mij gebroken. Ja, ik kan me dat best voorstellen. Dus wanneer bent u genezen verklaard en ging u weer naar huis? In principe mocht ik al woensdag naar huis gaan. De arts van het medisch team had mij gezegd dat Wangsa, je bent in principe genezen. Je hebt helemaal niks vertoond, je was heel stabiel. En je mag in principe naar huis gaan. Maar net zoals ik eerder zei, toen we spraken. Mm-hmm. Zij vonden, die andere mensen, van het team, dat we geen mensen kunnen ontslaan zonder te testen. Ja? Maar het probleem is, kijk, dit is een virus. En als je geïnfecteerd bent, zoals de internet zei, na 10 dagen, als je niks vertoont, je bent gezond, is die virus uit je lichaam. Maar er zijn nog restdeeltjes van het virus in je lichaam. En die kan een positieve uitslag geven. Ja. En als ik positief weer getest word, moet ik weer in quarantaine. Ja. En dit kan 6 weken duren. Ik wil niet 6 weken in quarantaine gaan. Mm-hmm. Dan heb ik gezegd, nee, je hoeft me niet te testen. Ja. Maar als ik naar huis ga, ga ik me wel houden aan social distance. Ja. Geen contact met de kinderen. Masker dragen, totdat die ene week nog voorbij is. Dus deze week. Begrijpt u? Mm-hmm. Inderdaad heeft dokter Vrederaad uitgelegd dat er restdeeltjes van het virus nog kunnen zijn. Ja. Maar u bent niet meer infectieus. Nee. U kunt het niet meer overdragen. Nee, ik zou ook niet naar huis gaan als ik dat weet. Dat moet een geruststelling zijn voor de mensen. Juist. Oké. Okay. En dan komt u naar buiten. Natuurlijk weten mensen om u heen dat u positief getest was. Mm-hmm. Keken ze anders tegen u aan? Jawel. Kijk, mensen zijn bang voor COVID. Ja? En mensen zijn bang omdat ze zien wat er kan gebeuren. Ja, het is ernstig als u echt ziek bent en u raakt kort adem. U kunt doodgaan. En toen ik thuis kwam, zag ik alle die buren eigenlijk een beetje afstand hielden. Ja, maar ik vind dat niet erg. Het is goed. Ze bleven thuis. Maar ik heb ze gerustgesteld, ik heb ze uitgelegd. Kijk, de kans op infectie is klein. Ja, maar die vrees is er nog. Ja. En die stigma is er ook. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, hoor, de buren hebben me ook geholpen. Hoor. Ze hebben mijn vrouw bijgestaan. Mijn vrouw en mijn gezin was ook in quarantaine thuis. Ik heb ze uitgelegd, blijf thuis. Niemand gaat op straat dat ik thuis ben 2 weken. En die buren hebben dan inkoop voor ze gedaan. En via, weet je dat, de luikje, die poort, geld gegeven en dan ontvangen. Mm. Dus dat vond ik wel goed van de buren. Heel goed. Ja, is natuurlijk, we moeten elkaar helpen. Ja. Bent u ondertussen weer begonnen met werken?
Nog niet. Mm-hmm. In principe zou ik al werken, maar zeg maar, gaat weer liever een weekje. Want kijk, ik voel me eigenlijk fit. Mm-hmm. Ik kan in principe beginnen maandag, maar ja. Toch aan mijn gezin een beetje rustig geven, ga ik volgende week beginnen. En denkt u dat wat gebeurd is impact zal hebben op uw werkzaamheden? Denkt u dat er patiënten zullen zijn die zeggen van, voorlopig minego? Er gaat een verschil zijn sowieso. Kijk, mensen zijn bang en mijn patiënt heeft me al geappt. Maar ik heb ze uitgelegd, kijk, ik ga een beetje anders werken nu. Mm-hmm. Ik ga nu ietsje strenger zijn in die zin dat ik geen mensen ga ontvangen in de spreekkamer. U gaat me moeten whatsappen. U mag ook persoonlijk komen via het luikje, beschermde raam gaan we praten en dan medicijnen geven. Ja, maar ik ga zo min mogelijk contact hebben met de patiënt. Ook om te voorkomen dat, weet u dat beeld leeft nog, hij is positief, hij kan me. Ik ben niet meer infectieus, maar om dat te voorkomen ga ik dan anders werken, ietsje strenger. Ja. Begrijpt u? Ja. En u bent zelf arts, u heeft er een heel brede kijk op. Het is nog niet in zicht, onze toekomst is nog niet bepaald. Hoe kijkt u er tegenaan, zeg maar? We willen niet te ver vooruit kijken, maar zeg maar de komende 2 weken, hoe kijkt u er tegenaan? Als we in aanmerking nemen dat we gisteren in 1 dag 25 positieve geteste gevallen hebben gehad. Kijkt u, COVID is een virus. En tot nu toe is er nog geen enkel vaccin tegen virussen. Oké, tegen de griepvirus, influenza is er wel, maar dat is meer die normale virus. Maar wij moeten leren leven met COVID. We gaan aangepast moeten leren leven. Ja? Het gaat nooit meer weg, het gaat blijven. We moeten voorkomen dat we ziek worden. En kijk, die mensen hoeven niet bang te zijn hoor. Kijk, ik was in het ziekenhuis en ik heb gecheckt. Ik was in quarantaine. Het medisch team heeft mij daar ook gevraagd om te helpen als arts. Ik heb samen met mijn collega elke ochtend die 49 mensen gescreend. We hebben hun temp gemeten. Ik heb hun pols gemeten, hun ademhalingsfrequentie, hun zuurstofsaturatie en hun bloeddruk. En ik doe alleen maar een masker, handschoen. En er werd gezegd door specialisten dat de kans op reinfectie, boostering door andere mensen, klein is. En ik ben ook ziek geworden. En ik heb gezien, 85% van die mensen zijn stabiel, genezen. Misschien maar 2% tot 5% gaat overlijden. Maar dan meestal ook omdat ze ook andere ziektes erbij hebben. Ja. Kijk, als je overgewicht heeft, u bent dik, is dat een risico. Hoge bloeddruk, diabetes, is een risico. En vooral mensen met astma, is een risico. Begrijpt u? Ja. Dus de kans is klein. Ja. Verwacht u dat, de teller staat nu op zeg maar 261 positief. Verwacht u dat we gaan richting de 300, 350? Als ik kijk naar die curve, dan zie ik dat die curve een stijgende lijn vertoont. En zolang die curve nog niet gaat afvlakken, kunt u verwachten dat het nog steeds gaat stijgen. Mm-hmm. Maar dit heeft ook te maken met de mensen zelf. Kijk, als die mensen rekening houden toch, en thuis blijven, niet op straat gaan, afstand houden, masker dragen, geen lichamelijk contact hebben, hun handen wassen, begrijpt u? Dan is de kans klein dat het gaat verspreiden. Ja. Maar als u kijkt buiten, als die mensen naar de winkel gaan, dan is er geen social distance. En laatst nog wat ik wel erg vind, dat van sociale zaken. Ja. U heeft gezien zelf die beelden, pakketten verdelen. Het is een goede zaak om pakketten te geven aan de mensen, maar doe het gecontroleerd. Ja, het was heel chaotisch. Het was chaotisch. En daar is weer een bron. Ja. Dus. Dat soort dingen moeten we proberen te voorkomen. Social distance. Dr. Wang, we gaan langzaam naar het eind van het gesprek. Mm-hmm. Ik ben niet de persoon die ervan houdt om zeg maar negatief nieuws of fake nieuws te benadrukken. Maar u bent ook het slachtoffer geworden van fake nieuws via social media. En u heeft daarop gereageerd. U bent besproken als zou u ziek zijn en misschien wel dat mensen niet meer naar u toe moeten komen. U wilde in principe in eerste instantie niet reageren. U heeft het tenslotte toch wel gedaan. Kunt u kort aangeven hoe dat in elkaar zit? Nou kijk, ik heb gehoord, mensen spraken zo, maar ik ben iemand, ik zeg altijd, praatjes maken geen gaatjes. Als u weet dat het niet waar is, nou spang, laat maar waaien. Maar wat mij wel heeft gehinderd, is het feit dat mijn dochter besproken is met toenaam, met school. En toen had ik ook gebeld met mijn collega bij Okita Iwang, dit is te veel. Please, reageer. En toen ben ik gaan reageren om dat vooral naar buiten te brengen. Mm-hmm. Begrijpt u? Anders zou ik niet reageren, omdat praatjes eigenlijk geen gaatjes maken. Ja. Mensen gaan altijd praten, al doet u slecht, al doet u goed. Zo is de mens eenmaal, bla 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 bla. Mm-hmm. Maar heeft uw gezin daar
Nadat u gereageerd heeft, heeft uw gezin daar nog last van ondervonden? Of was het toen afgelopen? Nee, niet meer. Want toen is het al direct gescheerd. Diezelfde moment, binnen een uur was het al meer dan 1000 keer gescheerd. En in principe had mijn vrouw ook behoefte om te doen hoor, want zij was een beetje opgelucht. Mm-hmm. Dus, Nou, blij dat het goed is afgelopen. Mm-hmm. Aan u tenslotte, dokter Wangsa, het woord om misschien wel een geruststellende statement te maken naar de Surinaamse gemeenschap. Ja, hier in deze camera. Mensen, kijk, ik ben positief getest. Ik sta hier voor u. Ik ben nog steeds gezond. Wat ik wil adviseren is, blijf thuis. Ga alleen op straat als het nodig is. Ja, was uw handen. Geen lichamelijk contact, draag een masker. En het belangrijkste is natuurlijk, je moet letten op uw voeding. Let op je overgewicht. En letten op uw beweging. Je moet actief bezig zijn. Kijk, ik was in november, als ik dat maar even mag doorgeven. Ja, ja. Eigenlijk is je dikker, is je zwaarder. Ja, en ik had een dinertje met mijn collega's in november, in Lucky Twin. En toen zei ik, hey, normaal ben je toen sifuru aan de gang. Ik ben dokter, ik moet afvallen. Toen heb ik vanaf dat moment alle dinertjes in december geschud. Ik heb geen enkel dinertje bijgewoond. Ik ben toen gaan trainen, thuis, op de fiets, de loopfiets. Buikspieroefeningen, ja. En gewicht heffen. Ik ben ook gaan spelen met mijn kinderen, badminton, volleybal. En ik ben binnen een maand 10 kilo afgevallen. Dus waarschijnlijk heeft dat mij geholpen om mijn weerstand te boosten met deze COVID. Oké. Okay. Nou, dat is een hele belangrijke. Ja. Bedankt voor uw bijdrage. We wensen u veel succes toe in uw job natuurlijk. En ook met uw gezin. Dank u wel, dokter Wangsa Wirana. Oké. Nou, ik denk dat dit een hele belangrijke statement is geweest van dokter Wangsa Wirana. Hij mocht ook niet naar buiten, maar heeft zelf in huis zijn trainingen gedaan. In een maandje is hij fysiek zoveel vooruit gegaan, niet wetende dat hij kort daarna positief getest zou worden. En waarschijnlijk heeft dat een heleboel geholpen bij zijn herstel. En dat is gewoon een vingerwijzing naar iedereen die zegt van mos dona osomine dunex, nos dono dunex, beweeg. Dat is belangrijk, eet goed. En voor de rest heeft dokter Wangsa de hygiënische maatregelen aangehaald. Waar ik nog de nadruk op wil leggen is dat als u ergens komt waar er veel mensen zijn, keep distance. Zorg ervoor dat je nog op pet, zorg ervoor dat je die afstand houdt. Tot zover deze aflevering van ATV COVID-19 Update. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag.